Waarom draag jij in godsnaam sportschoenen? Het is toch niet zo dat je harder dan die leeuw kunt rennen omdat jij sportschoenen draagt? Nee, niet harder dan die leeuw, maar kan wel harder rennen dan jij. Je hoeft niet perfect te zijn, je moet gewoon een beetje beter zijn dan de rest. Krijgen we kieuwen als de aarde opeens onder water loopt? De Universiteit van Nederland presenteert evolutiebioloog Dr. Roy Erkens. Denk eens aan jullie ouders die seks hebben. Beter nog, denk eens aan jullie ouders die seks hebben op het moment dat ze jou aan het verwekken zijn. Misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar het is een heel belangrijk moment voor jou geweest. Het moment dat jouw ouders jou aan het verwekken waren. Als zij jou bezig waren met jou te verwekken, en de reden daarvoor kan heel toevallig zijn geweest. Misschien waren je ouders een avondje op stap geweest, hadden ze te veel gedronken en eindigden ze een beetje in bed. Of misschien wilden ze wel heel bewust een kind. Hoe ook zij, op het moment dat zij bezig waren met jou te verwekken, als er iets anders was geweest op dat moment, als de deurbel was gegaan, je vader was even gestoord of je moeder had zich even omgedraaid, dan was jij niet hier geweest. Want dan had dat ene zaadje niet die eicel bereikt, was een ander zaadje dat de eicel had bereikt en was er een heel ander persoon hier geweest. Sterker nog, als je dat doortrekt, denk eens aan je grootouders die seks hebben. Als jouw grootouders geen seks hadden gehad, waren jouw ouders er niet geweest, was jij er niet geweest. De kans eigenlijk dat jij hier bent, is praktisch nul. Dat is niet alleen voor jou zo, maar dat geldt eigenlijk voor al het leven. De kans dat het leven zo is, de aarde zo is, is praktisch nul. Nou, hoe kan het dan eigenlijk dat er toch zo'n enorme schijnbare orde in deze wereld heeft? Want als we naar buiten kijken, lijkt de wereld helemaal niet zo toevallig. Nou, datgene wat eigenlijk al die orde veroorzaakt in de levende wereld, dat is evolutie. Evolutie is gewoon waar. Laten we even daar geen doekjes omwinden. Er wordt heel veel gepraat over, is evolutie nou waar of niet? Het is gewoon waar. Evolutie is eigenlijk een heel populair concept, maar het is ook een heel erg misbegrepen concept, maar het is gewoon waar. Wat wel heel erg bediscussieerd wordt, zijn de mechanismen van evolutie. Evolutie kan, verandering kan optreden op verschillende manieren. En daar praten biologen over. Hoe werkt evolutie nou precies? Nou, het bekendste onderdeel eigenlijk van evolutie, van de evolutionaire theorie, is Darwin's idee van evolutie door natuurlijke selectie. Hij beschreef dat idee in zijn boek On the Origin of Species in 1859. En eigenlijk is dat concept ontzettend eenvoudig. En ik ga jullie even uitleggen wat Darwin eigenlijk zei, wat natuurlijke selectie is, aan de hand van datgene wat hij zelf ook deed, namelijk observeren. Het eerste eigenlijk wat Darwin observeerde is, er is variatie. Nou, we kunnen hier, als u rondkijkt in de zaal, kunt u zien, er zijn geen twee individuen gelijk. We zijn allemaal anders. En niet alleen wat betreft uiterlijk, maar als we nadenken over hoe hard wij kunnen rennen. Sommige mensen kunnen heel hard rennen, sommige mensen rennen minder hard. De meeste mensen rennen ja, per definitie gemiddeld hard. Dus er is variatie in kenmerken. Dat geldt ook voor computergebruik. Sommige mensen kunnen heel goed met computers omgaan, andere mensen helemaal niet. Dus er is een enorme variatie. Dat is niet alleen in uiterlijk of in eigenschappen, maar ook in DNA. Geen twee individuen zijn exact hetzelfde. Zelfs eeneiige tweelingen, waarvan men zegt die zijn 100% identiek, zijn dat niet. Dus de eerste observatie is gewoon, er is heel veel variatie. De tweede observatie die Darwin deed, was ook wel een mooie. Hij ontleende dat aan de economie, aan Thomas Malthus. Hij zei, eigenlijk als ik kijk, dan zie ik dat er een rem zit op reproductie. Niet alle nakomelingen die geproduceerd worden, die kunnen overleven. En ook dat kunnen we eigenlijk heel eenvoudig constateren. Als we een bacterie in gedachten nemen, Staphylococcus aureus, die bacterie deelt zich in tweeën, die twee kinderen delen zich ook weer in tweeën, et cetera. Als die bacterie ongelimiteerd zou delen, zouden wij binnen 2 dagen in 2 meter dikke bacterielaag zitten. De hele aarde zou bedekt zijn met 2 meter dikke laag bacterie. Alleen al van deze bacterie. Nou, we kunnen hier, zoals we hier zitten, ik kan u allemaal zien, dus we kunnen constateren dat dat niet zo is. Dus iets remt de groeisnelheid van die bacterie. Observatie 2. Niet alle individuen kunnen overleven. Het derde wat Darwin zag, en wat Darwin dacht, is als nou niet iedereen kan overleven, dan betekent dat dat wanneer jij een klein voordeeltje hebt, dat dat het verschil kan maken tussen leven en dood. En om dat te illustreren wil ik een hele slechte grap vertellen. Evolutiebiologen zijn er dol op, lachen er heel erg hard om. Ik ben heel erg benieuwd, ik hou mijn hart vast. De grap gaat als volgt. 2 evolutiebiologen rennen over de savanne die achterna gezeten worden door een leeuw. De ene kijkt de andere aan en ziet dat die ander sportschoenen draagt.
Sportschoenen, sportschoenen. Hij vraagt aan de sportschoendragende bioloog, waarom draag jij in godsnaam sportschoenen? Het is toch niet zo dat je die leeuw kunt, harder dan die leeuw kunt rennen omdat jij sportschoenen draagt? Nee, niet harder dan die leeuw, maar kan wel harder rennen dan jij. Dat geeft eigenlijk precies de kern aan. Je hoeft niet perfect te zijn, je hoeft helemaal niet super ultra goed te zijn. Je moet gewoon een beetje beter zijn dan de rest. Op het moment dat je een beetje beter bent dan de rest, dan ben je eigenlijk al een winnaar. Dus als je een voordeeltje hebt ten opzichte van anderen, dan doe je het al heel erg goed. Dat was de derde observatie. De vierde observatie was dat er erfelijkheid is. Darwin wist al, ouders lijken op kinderen. Kinderen lijken op ouders, natuurlijk andersom, maar ja, hoe je het wil zeggen. Die erfelijkheid is heel belangrijk, want als jij zo'n voordeeltje hebt, als jij dat voordeeltje niet kunt doorgeven aan jouw kinderen, dan hebben jouw kinderen natuurlijk niks aan. Maar als jij erfelijkheid hebt, dan kun jij jouw gunstige eigenschappen doorgeven. En dat erfelijkheid werkt, dat kunnen we allemaal illustreren. Wie kan er hier tongrollen? Ja? De rest kan niet tongrollen of durft niet te tongrollen? Tongrollen is een erfelijke eigenschap. Als je ouders kunnen tongrollen, kun jij het ook. Als jij ouders niet kunnen tongrollen, kun jij het niet. Nou, samenvattend, Darwin zei, er is variatie. Als er variatie is en als jij dat voordeeltje kunt doorgeven aan jouw kinderen, dan zal overleving en reproductie krijgen van kinderen niet willekeurig zijn. Dat is eigenlijk alles wat evolutie door natuurlijke selectie is. Er is een niet willekeurige overleving en reproductie. Mensen, dieren, planten die veel kinderen krijgen, krijgen veel kinderen om een reden. Omdat ze het beter doen dan de anderen. Dat is eigenlijk alles wat evolutie door natuurlijke selectie inhoudt. Dat betekent dus dat het niet is wat heel veel mensen denken. Namelijk dat individuen veranderen, populaties veranderen. Dus als jij meer kinderen krijgt, zijn jouw gunstige eigenschappen in de volgende generatie meer aanwezig dan de niet zo gunstige eigenschappen van jouw soortgenoten. Dat betekent dus dat na rato die eigenschappen meer aanwezig zijn. Vroeger dacht men, en dat denken nog heel veel mensen nog steeds, dat individuen zouden kunnen evolueren. En dat kun je aantonen, of dat idee is eigenlijk afkomstig van Lamarck. Iedereen kent Lamarck zijn giraf wel. Het idee van Lamarck was, je hebt een giraf. En we wisten dat vroeger hadden giraffen kortere nekken, tegenwoordig hebben giraffen lange nekken. Hoe kan dat nu? Nou, dat is heel eenvoudig. Zo'n giraf die reikt tijdens zijn leven naar blaadjes in de boom. En omdat hij rekt hij zijn nek een heel klein beetje uit. Nou, omdat hij zijn nek eigenlijk een beetje overstrekt, zou ik bijna zeggen, en zijn nek een stukje langer wordt, hebben zijn kinderen ook een iets langere nek. Nou, die kinderen reiken ook weer naar de blaadjes, proberen erbij te komen, overstrekken hun nek, krijgen ietsjes een langere nekken en op den duur krijgen giraffen een heel lange nek. Dat klopt dus niet. Want wat hier gebeurt is dat individuen veranderen tijdens hun leven. Maar dat is niet wat er gebeurt. Als we kijken naar evolutie door natuurlijke selectie, zou de verklaring als volgt moeten zijn. Giraffen met een iets langere nek komen iets beter bij blaadjes of kunnen iets beter vechten, want giraffen vechten ook met hun nek. En daardoor hebben ze een voordeeltje. Ze kunnen namelijk net iets meer blaadjes eten. Omdat zij meer blaadjes kunnen eten, hebben ze meer energie. Kunnen ze beter overleven, krijgen ze iets meer kinderen dan de giraffen die niet bij die blaadjes kunnen. Dus in de volgende generatie zijn de giraffen met een iets langere nek iets meer vertegenwoordigd. Nou, zo dat proces herhaalt zich en op den duur verandert de gemiddelde lengte van zo'n nek in de populatie, totdat we de lange nek hebben die we vandaag de dag zien. Dus individuen zelf veranderen niet, het zijn populaties van individuen die veranderen. Daar treedt de evolutie op. Wat we hier ook van leren is dat het idee dat evolutie maar toeval is, alles in evolutie gebeurt maar toevallig, ook niet klopt. Evolutie gebeurt voor een reden, namelijk datgene wat het beste werkt op een zeker moment, heeft de beste waarde om te overleven en de beste waarde om te reproduceren. Er is wel eens gezegd, ja, evolutie is zoiets als een orkaan op een vuilnisbelt. Stel je voor, je hebt een vuilnisbelt met allemaal vliegtuigonderdelen. Er komt een orkaan, die waait daar overheen en uiteindelijk staat er een prachtig mooie Boeing. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat is wel hoe sommige tegenstanders van evolutie dat doen voorkomen. Alsof evolutie maar toevallig is. Maar zoals we net hebben gezien, is evolutie helemaal niet toevallig. Het is verandering met een reden. Als we kijken naar overleving, dan is dat belangrijk, maar wat ook belangrijk is, is reproductie. Het gaat dus om kinderen krijgen in evolutie. Als jij geen nakomelingen nalaat, dan ben je een evolutionaire loser. Je kunt beter doodgaan op je 30ste met 6 kinderen dan op je 80ste met 1. Want 1 is gewoon minder dan 6 en 6 zal je een grotere impact hebben op evolutie.
Wat dat betreft doet deze meneer, meneer Chana, het erg goed. Hij heeft 94 kinderen en 93 kleinkinderen. Nou, ik zou wel eens willen weten hoe hij dat doet. Hij heeft blijkbaar eigenschappen waardoor hij in staat is om te overleven. Als je dit overleeft met al die vrouwen, dan heb je sowieso goede eigenschappen. Maar ook nog eens om te reproduceren. Dus en kenmerken die organismen in zijn algemeenheid hebben, die hun helpen om te overleven en te reproduceren, noemen we adaptaties. Nou, adaptaties zijn het gevolg van natuurlijke selectie. Een hele bekende voorbeeld van een adaptatie is bijvoorbeeld adaptaties in vorm en kleur. Als we kijken naar dit insect, dan zien we dat dat insect heeft blaadjes eigenlijk die al heel erg lijken, vleugels die heel erg lijken op blaadjes. En ook de kleur lijkt een beetje op verdorde blaadjes. Dit insect is dus heel goed gecamoufleerd. Als we dit begrijpen als het product van evolutie door natuurlijke selectie, is dat eigenlijk heel eenvoudig. De insecten die in planten leefden en die het meest al leken op zo'n blaadje, werden het minst opgegeten. Die kregen dus de meeste kinderen en die produceerden weer nieuwe kinderen. Nou, al die kinderen die leken min of meer ook weer op blaadjes, maar degenen die het best leken, werden niet opgegeten. Die kregen weer kinderen en langzaam maar zeker veranderde dat het insect tot een heel erg goed lijkend kopie van zo'n blaadje. Een ander voorbeeld, niet van vorm en structuur als aanpassing, maar van fysiologie, is een weta, een insect uit Nieuw-Zeeland. Het is een beetje een krekelachtig beest, maar het mooie van dit beest is, het kan zich helemaal laten bevriezen. Het kan temperaturen tot min 10 graden overleven. Deze weta heeft cellen die van binnen niet bevriezen. Alleen het water tussen de cellen kan bevriezen. En het niet bevriezen van de cellen is heel belangrijk, want u weet allemaal wat er gebeurt als u uw hand laat bevriezen, krijgt u zwarte vingers en ze vallen eraf. Dat is niet heel erg gunstig. En dat komt omdat de cellen schade oplopen en afsterven. Nou, bij deze krekel lopen die cellen geen schade op. Het dier laat zich bevriezen als het heel koud is. En in de wind of in de lente ontdooit hij en leeft hij gewoon weer verder. Nou, ook hiervoor geldt, dit is ontstaan doordat de beta's die het best tegen kou konden, overleefden, de rest vroeg dood. Degenen die er het best tegen konden, kregen dus kinderen. Daar waren ook weer de beste. Degenen die het best tegen kou konden, kregen daar weer de meeste kinderen van, et cetera. En zo hebben we nu een krekelachtige die eigenlijk heel goed tegen vrieskou kan. Nou, een laatste voorbeeld dat ik wil geven van adaptaties, is een adaptatie in gedrag. Want niet is het alleen zo dat organismen aanpassingen kunnen hebben in vorm en structuur, maar ze kunnen ook adaptaties hebben in gedrag. Dit is een inktvis. Die inktvis, een inktvis heeft 8 armen. En wat deze inktvis doet, hij gebruikt 2 armen om te lopen. En de andere 6, die doet hij om zijn hoofd heen. En hij loopt als het ware zo over de zeebodem. Wat hij daarmee doet, is eigenlijk, hij doet alsof hij een stukje wier is wat op de bodem drijft. Als je kijkt, hier links ziet u dadelijk in beeld een stukje zeewier verschijnen. Dat zijn in deze ondiepe tropische zeeën waar deze inktvis leeft, drijft dat allemaal over de zeebodem. En door dit gedrag is het net alsof hier niet een inktvis loopt, maar een stukje zeewier drijft. Nou, ook hiervoor geldt weer eigenlijk het principe dat die inktvissen die het beste leken op zo'n drijvend stukje zeewier het minst werden opgegeten, kinderen nalieten en in de volgende generatie werd dat gedrag versterkt doordat die kinderen die het best daar weer op leken, ook weer op zeewier leken, ook weer de meeste kinderen kregen. Dus beetje bij beetje verandert die populatie van normale inktvissen in inktvissen die zeewier nadoen. Nou, natuurlijke selectie zorgt dus voor veranderingen van generatie op generatie. En dat gaat niet zo snel. Je kunt dat niet echt goed zien. Je kunt het vergelijken met het uitslijten van de Grand Canyon. De Grand Canyon is een redelijk diepe kloof. 5 miljoen jaar geleden bestond de Grand Canyon niet. Het land, de rivier, de Colorado River, op de bodem van deze Grand Canyon lag eigenlijk op hetzelfde niveau als het omringende land. Maar doordat die rivier iedere dag een beetje de rivierbedding uitschraapt, klein beetje bij klein beetje, klein beetje, zie je dat in de loop van 5 miljoen jaar dit enorme ravijn is ontstaan. Dus ondanks dat wij op ieder moment het idee hebben dat er helemaal niets verandert, is dat uitschrapen op lange termijn goed voor zo'n enorm ravijn. Nou, dat is hetzelfde bij natuurlijke selectie. Iedere generatie verandert er een heel klein beetje. Wij kunnen dat eigenlijk helemaal niet zien. Wij zien helemaal geen veranderingen optreden. Dus voor ons gevoel is de wereld onveranderlijk, maar beetje bij beetje ontstaan op die manier aanpassingen en veranderen soorten. Nou, als we nou teruggaan naar de vraag waarmee wij begonnen.
Nou, de vraag was, hè, kunnen wij kieuwen evolueren, stel dat nu Nederland onder water loopt of de aarde? Nou, het antwoord is natuurlijk analoog aan die giraf, nee. Want er is geen manier waarop wij kunnen denken, kieuwen, en ze zijn aangepast. Het zou een heel lang proces zijn, het zou heel lang duren om kieuwen te evolueren. Dus wij kunnen niet in één keer kieuwen evolueren, omdat individuen niet kunnen veranderen, maar populaties veranderen. Nou, ik zei net al dat evolutie heeft tijd nodig. En in het volgende college wil ik dan ook praten over of er eigenlijk wel genoeg tijd is om al die veranderingen te laten optreden.